Maar kijk, ik sta niet op de Ik maak vandaag hier weer met Civilization 5. Vorige aflevering hebben we alweer wat legers erbij gebouwd. En daar zijn we nu nog mee bezig. En we hebben zo leuk Seabaggers. En die gaat ons behoorlijk wat helpen met wat oorlogen. Dus hopen dat het zo blijft. Wat doet een trireme van mij hier? Nou, dan nog ik. Ja hoor. Ja, de Shoshonen die hebben nu al een hoofdstad gecaptured. Dus dat is weer een probleem. Want ik denk dat ze voor de... Ja, dat ze alle hoofdsteden willen hebben. Dus dat zou gaan betekenen dat ze mij willen ook nog een keer willen. Oké, laten we deze kanonnen maar daar even neerzetten. Een comfort dat Augustus Caesar is secretly plotting against you. Nou... Weten we ook tegen wie we moeten vechten later. Kijk, 5 beurten, dus we kunnen... Laten we de universiteit maar even fixen. Even zien. Ik denk dat Moskou ook nog wel gevaar tegen Pocatello gaat worden. Want Moskou, dat is nu de dichtstbijzijnde hoofdstad of Rome. Maar die ligt meer hier. Ah, van dit naar dit is best wel dichtbij. Maar dat zien we vanzelf wel. Consul William of the Netherlands, 1800. Kijken. Oh ja, graag. Graag. Ook al geef ik wat geld aan hun. Het is maar goed dat we wat legers fixen nu. Want dat gaat ons later heel wat helpen. En nu ik hier zie, zijn er al legers bij grenzen. Dus... Je vindt ook daar. Dan wil je in Rotterdam wat boten regelen. Maar dan moet je ook nog door in de city state heen. Je wordt ook nog door de Romeinse carnaval aangevalt ding. Ja, mijn geld gaat zo wel op. Zie, process in turn for city states. Ik heb echt zo'n gevoel dat Rome mij een keer gaat aanvallen hoor. Jee, yeah, dank je Amatje. Weer een lekkere pikeman. Gaat ons goed helpen. Hé, hey, ze zijn volgens mij hier polders aan het maken. Ja. Ze maken daar gewoon lekkere polders. Schild. Maar waarom lag altijd als ik dit speel? Echt heel... Volgens mij ligt het gewoon aan de game zelf. Want ik zie dat het wel gewoon laat, maar... No. Oké, okay, we kunnen nog een armory fixen. Oh nee, never mind. Ja,
Doe maar even research even helpen. Ja, kijk, Pollos. Dat geeft ons meer productie namelijk. Het is eigenlijk best wel grappig dat alleen Nederland pols kan regelen. Maar is dit dan ook nog een rood? Ja, dan zit er onder of zo. No unit from Budapest. Oh, een extra kanon. Nice. En navigation is nu geregeld. Dus ik ga weer even. Ik wil nu deze. Dynamiet. Ik wil mijn kanonnen beter maken. In Amsterdam. Jullie mogen seabackers gaan bouwen. Quebec City Carnival. Oh, grappig. Fertilizer gaat ons ook weer heel hard helpen, want dan krijgen we ook nog wat extra eten. Oh, ik kan iets purchasen met Fate. Laten we hier maar even een muur maken. Een missionary, daar moet ik 200 voor hebben. Dat moet nog eventjes, maar dat maakt niet uit. Ik wist het. Oh, oh, oh. Zo. Als je het niet erg vindt, dan stel ik deze ruïnes van jou. Ook al is dat fucking Rome. Rome die had dat niet moeten doen. We hebben seabaggers, ik ga ze gewoon door zijn steden heen maaien. Kaapstad is ook in oorlog, want die zit zo ver van vandaan dat ik daar ook geen last van heb. Ja, dank je. Oh. Oeh. 50 gold. It's time. Het is dan toch maar goed dat ik even legers had voorbereid. Do nothing. Jullie gaan daar even heen. Jullie gaan daarheen. It's no mercy now. En met mijn seabaggers ga ik deze stad echt helemaal kapot maken. Een enemy is near. Ja, dat boeit me niet. Ook een great general. Nou. Nee, boom. Heerlijk jij. Ik heb nu ook seabaggers. Oké, zien. Ik heb een movement nodig. Oké. Jij gaat. Serieus, kan ik daar niet op schieten?
Gaan we hier naartoe. Daar hebben we je toch wat betere voor nodig. Juice production. Nou, nog een seabagger. Seabaggers in natocht. Rome en Korea, no friends. Oh god. Dan moeten we de seabagger maar naar Breda toe sturen. Gelukkig zijn seabaggers echt super sterk. Moet ik breastplants op maken? Nou, prima. Laten we jou maar eens even beschieten. Nou, jij gaat waarschijnlijk wel gewoon kapot, Trairi. Ja, die is kapot, helaas. Oké, jij gaat daar maar heen. Kun je ook door die boten capturen. Vind ik zo vaag, waarom kan ik niet schieten? Nou, doe maar niks dan. Even zien. Een forge. Prima. Nou, ik ga nog één beurtje doen. En dan doen we de oorlog dan wel maandag weer. Oh, you bitches. Dat had je niet moeten doen. Oh, nu ga je er helemaal aan bij mijn seabagger. Rome is een bitch. En ik dacht dat ik vrienden met hem was. Nou, nee, nu niet meer. Is het afgelopen. Nee, eerst mijn seabagger. En dan begint de lag weer. Nou, maar ik ga nu de aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende aflevering gaan we dus Rome even helemaal kapot proberen te maken. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dan zien we vanzelf wel. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik je de volgende keer weer. Later.